Mijn haar. Waar is mijn haar? Voelt het raar? Nee, juist niet. Voel ik me bevrijd? Wat heeft hij eigenlijk naartoe geleid? Evenementen met publiek erbij is natuurlijk everything. Maar dit? It's not that bad. Over 1 minuut begint Vanessa Kisule en ik zit er erbij met mijn kopje koffie. That protect these people from being accountable for their actions. So... Poetry is wel altijd een van mijn liefdes geweest. Poetry lezen, poetryavonden bezoeken. Soms zet ik ook wat op papier, over mijn haar bijvoorbeeld. Maar niet vandaag, nee. Want vandaag gaan we naar Poetry International. De 51ste editie van dit festival was deels online te bekijken. In Theater Walhalla met publiek erbij. En de Lantaarnvenster. Ik ben publiek, dus dat betekent jij ook. Het is geweldig. Het is volgens mij het eerste ding waar ik heen ga. We gaan beginnen. Dat er nu publiek bij was, is toch wel een opluchting, omdat je toch een bepaalde vibe voelt, al spreek je niet direct met het publiek, al kijk je het publiek niet aan, maar kijk je naar het scherm, voel je dat de mensen naast jou even intens bezig zijn met dat gesprek, als jij dat bent. En dat maakt het toch minder eenzaam op. Ja, laat ik ze in het duister tasten. En label lyrisch slaan ze dan door. En dan, met pervers duivels genoegen. Wat zijn Nieuws toegevoegd, wat we hiervoor een klein beetje deden, af en toe een keer deden. Dus dat gaat zeker blijven en daar gaan we natuurlijk ook beter in worden, want het is natuurlijk een beetje zoeken ook hoe je het allemaal doet. Maar het echte buiten met mensen binnen in de zaal, buiten de straat, hier ook lekker blijven. Dat is natuurlijk toch wel voor het echt.